Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys en girls, Alta Dylan hier. En vandaag heb ik weer een serieuze video voor jullie. Vandaag gaan we mijn mentale gezondheid bespreken. Naast hou je vast voor deze video. Het wordt een serieuze video dus ja. Eigenlijk voel ik me niet heel goed nadat de relatie met mijn ex voorop was. Dus wat ze me zo diep heeft gestoken. Door het gestoken tussen mij en mijn vrienden en tussen mij en mijn familie. Ze is me net om aan twee dierbaarste dingen te pakken. En ja, dat is echt niet tof dat iemand zo doet. Ze heeft ook, mijn familie en mijn vrienden, zoals jullie weten, zijn die alles voor mij. Ze heeft ook mijn zelfvertrouwen helemaal schade, helemaal gebroken. Ik ben nu al 1 jaar en 3 maanden uit de relatie met haar, maar toch voel ik me altijd even reddeloos. Ik heb zelfs bang dat ik vrienden ga afstoten als dat zo verder gaat. Hoe bedoel ik daarmee? Ik bedoel echt dat ik vrienden ga afstoten met hoe dat echt gaat met mijn leven. Het is letterlijk het allerlaatste wat ik wil, mijn vrienden kwijtraken. En ja, dat is echt niet echt hoe mijn vrienden kwijtraken wil ik totaal. Ik probeer mijn leven wat op de rails te krijgen, wat me wel aan het lukken is, dus ja. Ik post inderdaad nog wel leuke content, zoals jullie weten, maar in die video's laat ik totaal niet zien hoe het echt met mij gaat. Ik weet wel dat er vrienden en familie zijn waar ik bij terecht kan. Ja, op voetbal vooral vergeet ik sowieso mijn problemen, dus dat is echt het probleem niet. Samen komen eruit. Ik ben echt blij dat ik mijn verhaal kon delen met jullie. Soms is het wel leuk dat je een verhaal kan doen. Positieve video's kan ook terugkomen. Hier is waar ik 100% achter sta, sowieso. Ben ik blij van jullie allemaal. Sorry dat het zo'n korte video was, maar dat eigenlijk het enige wat ik had opgeschreven. Vond het leuk dat ik mijn uitleg deed? Like dan zeker de video. Reageer hieronder wat je van de video vond. En abonneer zeker hieronder. Dan zie ik jullie maar in de volgende video maar weer. Ja. Bye bye.